U kijkt naar aflevering 75 van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. In deze uitzending: versterking werkzaamheden Amazone Conservation Team goed voor nationale ontwikkeling, hulp voor radeloze seniorenburger, Fitz bespreekt brandende punten met VP Brunswijk, maandelijkse steun voor onschuldig slachtoffer, medische artikelen voor Polis Apura en Wayambo, Stichting Ronnie Brunswijk doneert bij Esther Stichting, Grasalco op de operatietafel en studenten veilig in Rusland. Vice-president Ronnie Brunswijk is vol lof over de werkzaamheden van de Rangers aangesloten bij het Amazon Conservation Team Suriname. Tijdens zijn vele bezoeken in het achterland heeft hij gezien hoe inventief de Rangers er werken. De VP is het eens met de gedachte voor een upgrading van de capaciteit van deze arbeiders, welke zal bijdragen aan het vergemakkelijken van hun werkzaamheden. Hij is ervan overtuigd dat versterking van de Rangers de gehele samenleving ten goede zal komen. Op het kabinet van de VP vond de ondertekening plaats van een paraplu-overeenkomst tussen de staat Suriname en Act Suriname. De overeenkomst werd op maandag 21 februari 2022 namens de staat getekend door de VP Brunswijk, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, minister Dinota Forsweek van Grondbeleid en Bosbeheer en namens Act Suriname tekende Minu Parahu. Wat houdt deze dag voor ons in? Het houdt in dat we gezamenlijk gaan kijken naar diverse facetten voor de ontwikkeling van het binnenland. Het gaat om de tribale en de inheemse gemeenschappen, waarbij we niet alleen kijken naar wat er reeds is gebeurd, hoe wij als NGO de lokale gemeenschappen hebben voorbereid op een stukje monitoring, verantwoordelijkheid en het beheren van hun eigen grondgebied. Maar dit is dus de stap naar een intensieve samenwerking met de overheid. Ik ben vaker in het binnenland en ik heb ook gezien hoe effectief jullie bezig zijn. Vooral die Rangers in het bos. En precies wat je zegt, wanneer deze mensen ook de wetten kennen om bij hun werkzaamheden, bijvoorbeeld als er wat moet gebeuren, zodat ze precies weten hoe ze moeten handelen en wat de wet zegt, hun bevoegdheden tot hoever ze kunnen gaan, dan is dit voor mij een heel goede samenwerking. De radeloze seniorenburger Jacqueline S. heeft van vicepresident Ronnie Brunswijk een geldbedrag ontvangen. Zij overlegde een offerte van het ziekenhuis waaruit bleek dat ze moet betalen voor een operatie die zij met spoed moet ondergaan. De seniorenburger vertelde aan de VP dat ze ten einde raad was nadat ze geïnformeerd werd over het bedrag dat ze moet betalen voor voorbereidende zaken. Ze zei dat iemand haar adviseerde om snel hulp te gaan zoeken bij de VP, omdat hij zeker iets zal doen in dit soort situaties. Het was het beste advies dat ze in haar benarde situatie had gekregen. De VP had zoals voorspeld een luisterend oor. Bij ontvangst van het geldbedrag uit handen van directeur Humphrey Dundas van het directoraat Volkscommunicatie werd de seniorenburger erg emotioneel. Ze zegt dat ze meteen voor de operatie zal betalen. Zij sprak haar zegen uit over de vicepresident. Zij hoopt dat de economische posities van seniorenburgers in Suriname ernstig wordt bekeken. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname Fits heeft vicepresident Ronnie Brunswijk uitgenodigd voor een vierdaagse conferentie in West-Suriname. De conferentie is gepland voor augustus dit jaar.
Deze uitnodiging werd gedaan aan de VEP tijdens een regulier bezoek van de FITS-delegatie op maandag 21 februari 2022. In het programma is ook opgenomen de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de FITS die om de 5 jaar plaatsvindt. De VEP heeft aangeboden de organisatie een bijdrage te geven om de conferentie voor te bereiden. Ricardo Pani, kapitein van Galibi, tevens bestuurslid van de FITS, gaf de VEP een lijst van benodigde materialen voor de bouw van 2 boten. Ook hier zal VEP Brunswijk financieel inkomen. Verder werd zijn aandacht gevraagd voor de grondrechtenproblematiek en de conceptwet grondconversie. De kapitein besprak verder het erosieprobleem in Galibi. Er volgt een oriëntatiebezoek. Voorts werd het slepend probleem van het dorp Powakka aangekaart. De VP gaf aan gevraagd te hebben naar een lijst met de juiste namen van de mensen die hun beklag hadden gedaan. Tot heden heeft hij geen respons ontvangen. Hij belde terstond naar minister Dinota Forsweg van Grondbeleid en Bosbeheer en gaf de opdracht de zaak af te handelen. Tot slot vroeg de FITS aan vicepresident Brunswijk hen in de gelegenheid te stellen om in de Nationale Assemblee zelfs zaken aan de regering voor te leggen. Tijdens de spreekuren van vicepresident Ronnie Brunswijk wordt hij met de meest uiteenlopende verzoeken en of problemen geconfronteerd. Soms zijn er gevallen die nader onderzoek of begeleiding behoeven. Zo ook het trieste geval van de 35-jarige burger, Erka, die ten onrechte werd aangezien als verdachte. Op zondag 29 augustus 2021 werd Erka bij het optreden van de regio-bijstandsteam van de politie neergeschoten en afgevoerd naar een politiepost. Door de bewoners van Parra werd aangegeven dat het slachtoffer onschuldig was. Er werd flink geprotesteerd tegen zijn aanhouding. De bewoners gingen er zelf toe over de Martin Luther Kingweg te barricaderen na het schietincident. Inderdaad bleek naderhand dat Erka onschuldig was en de politie af was gegaan op een verkeerd gegeven signalement. Het slachtoffer van het incident is door de opgelopen letsels niet meer in staat in zijn levensonderhoud te voorzien. De brute wijze waarop deze man van de een op de andere dag in een hulpbehoevende staat terecht is gekomen, raakte de VP diep. Hij besloot de ongelukkige te ondersteunen met een maandelijkse financiële tegemoetkoming en navraag te doen naar de status van de zaak. Het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, mag binnenkort een bedrag van ruim 114.000 Surinaamse dollars tegemoet zien. In de Raad van Ministers, onder leiding van vicepresident Ronnie Brunswijk, is op 17 februari goedgekeurd dat dit bedrag aan BGVS moet worden betaald. Dit bedrijf heeft deze maand nog medische verbruiksartikelen geleverd aan de polis van Wayambo en Apura in het district Nikeri. Dit vanwege de schaarste aan medicatie op de polyklinieken aldaar. De vicepresident heeft onlangs tijdens een bezoek aan dit gebied lege medische kasten moeten aanschouwen. Van overheidswegen is besloten om gelijk actie te ondernemen. Geneesmiddelenvoorziening is staatszorg. Welke zorg is toevertrouwd aan de BGVS? De leidraad om over te gaan tot goedkeuring van het voorstel van het ministerie van Volksgezondheid vond zijn basis in de kernwaarde dat de geneesmiddelenvoorziening gegarandeerd bleef. Het is van belang dat de facturen van BGVS tijdig betaald worden, zodat de geneesmiddelenvoorziening gegarandeerd bleef, gaf minister Amar Ramadien van Volksgezondheid aan. De Esther Stichting heeft van de Stichting Ronnie Brunswijk goederen ontvangen. Dit is een deel van de middelen die het personeel heeft gevraagd aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Tijdens de Valentijnsviering en viering van de verjaardag van Adolfine Cairo, voorzitter van de Stichting Ronnie Brunswijk, werd het personeel in de gelegenheid gesteld de noden van de Esther Stichting voor te leggen aan de vicepresident en zijn echtgenote. Op vrijdag 25 februari werden de spullen officieel overhandigd. De heer Brunswijk, naar wie de Stichting Ronnie Brunswijk voor Groei en Ontwikkeling is vernoemd, die was ook hier. Hij was uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. En de mensen
van de Esther Stichting, het personeel, de cliënten hebben toen gebruik gemaakt van de gelegenheid om hem een aantal noden en een aantal issues voor te leggen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd bij de uitoefening van hun werkzaamheden. En hij heeft dus gaande gehoor gegeven en u ziet een deel van de spullen waar de mensen naar gevraagd hadden, die staan hier en die hebben we dus vandaag overhandigd aan de Esther Stichting. Cairo is tevreden met de verrichtingen van de stichting. Zij zegt betere en duurzamere sociale acties met de stichting te implementeren. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft het parlement van Suriname verzekerd dat de regering de naamloze vennootschap Grisalco op de operatietafel zal leggen. Deze uitspraak deed VP Brunswijk op donderdag 24 februari 2022 tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée. Grisalco heeft een investeringsplan ingediend, voorzitter. En is bestudeerd door een clusterminister. En die hebben ook feedback gegeven aan Grisalco. En op 9 maart zal daar een presentatie gegeven worden aan de regeringsraad. En dan zal een besluit worden genomen. Maar in de tussentijd zijn er een aantal problemen. En de minister is nu bezig om te kijken hoe zij deze problemen voorlopig kunnen worden opgelost. Maar 9 maart wordt Grisalco op de operatietafel gegooid. DNA-leden hebben aandacht gevraagd voor de ontstaande situatie bij Grisalco. Zo is er bijvoorbeeld geen geld om de salarissen uit te betalen. De onderneming heeft daarvoor aangeklopt bij de regering als aandeelhouder voor een injectie om aan een aantal lopende verplichtingen te kunnen voldoen. De VP heeft het college gevraagd geduld te betrachten en de regering en de NV de ruimte te bieden, alles goed met elkaar te bespreken om tot een structurele oplossing te geraken voor het bedrijf in het algemeen en in het bijzonder voor de werknemers. De spreekdagen van vice-president Ronnie Brunswijk worden grif aangegrepen door de burgerij. Door deze drempelverlagende interactie die de VP de gemeenschap biedt, wil hij direct aanspreekbaar zijn voor de burgerij. Renko, Joyce, Harrison, Cherita, Rossi, Verheide, Levan, Oscar. Het formeel aanvragen van audiëntie en de administratieve verwerking daarvan vindt hij een te lange weg. Sommige situaties vragen gelijk om actie. Door zijn veerkracht en betrokkenheid besloot VP Brunswijk toch een spreekdag in te lassen, ondanks zijn drukke werkzaamheden. Tima Mahadeel, Toyo Carolyn, de Graaf Andy, Kenti Madurin, Asaf Carmen. De donderdag bleef bij uitstek geschikt. De eerste spreekdag werd al vastgehouden op vrijdag 11 februari 2022. Bewust werd ervoor gekozen hieraan geen rugbaarheid te geven om een grote toeloop te voorkomen. Toch verzamelde zich op donderdag 17 februari, de tweede spreekdag, een grote groep mensen op het bordes van het kabinet. Ze werden geregistreerd en geïnstrueerd de Mohana-maatregelen ten alle tijden in acht te nemen. Een van de bezoekers voelde zich onwel en verloor het bewustzijn. VP Brunswijk bekommerde zich persoonlijk om deze persoon en schakelde de ambulance in. Alle 6 Surinamers die middels een beurs in Rusland studeren, zijn veilig. De regering heeft via het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur contact gemaakt met de ouders van deze groep studenten om ze te informeren over hun veiligheid.
Tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée op donderdag 24 februari heeft de regering antwoord gegeven op vragen van parlementariërs. Vice-president Ronnie Brunswijk leidde het ministerteam bij deze beantwoording. Dit vraagstuk is besproken naar aanleiding van het bombardement van Rusland op Oekraïne donderdag 24 februari 2022. De studenten zijn volgens de minister veilig, gelet op de geruststellende reacties van de studenten zelf. Intussen heeft Suriname de Russische aanval op Oekraïne scherp veroordeeld. De Republiek Suriname heeft met grote verontrusting kennis genomen van de Russische militaire invasie. Zoals vastgesteld in het handvest van de Verenigde Naties, dienen volgens Suriname de onafhankelijkheid en de territoriale integriteit van Oekraïne gerespecteerd te worden door welk land dan ook. We hebben het weer gehad voor deze aflevering van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Een hele fijne werkweek toegewenst.